President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de regering in de komende 3 maanden koopkrachtversterkende maatregelen zal treffen. Zo zal de regering doorgaan met het geven van financiële ondersteuning aan personen en bedrijven die geraakt zijn door de COVID-19 maatregelen. Dat zal geschieden door belastingvermindering, maar ook door het geven van financiële middelen conform regels die hiervoor zijn ontwikkeld. We hebben eens de maatregelen al genoemd, zoals de AOV, AKB en de sociale sfeer. En op basis van analyse hebben we gemerkt dat er nog goederen zijn die extra gefinancierd moeten worden. En dat zal gelden, en dat zullen we als regering doen, door ook goedkope babyvoeding te brengen voor de kwetsbare groepen. Verbeteren van de koopkracht voor ambtenaren. En hier moet ik wel zeggen dat ik goed overleg en goede consensus nodig heb met de sociale partners, met name met de vakbonden. Welke zijn die koopkrachtversterkende maatregelen die zij willen? Want in het overleg wat we hebben tot nog toe, is er een verschil van inzicht en mening of het een loonronde moet zijn, of het aanpassen moet zijn van belastingschijven, of moeten kijken naar inkomensverdeling, of moeten kijken naar andere vormen van maatregelen ter versterking van de koopkracht. Het staatshoofd benadrukt dat de regering zeker maatregelen zal treffen ter verbetering van de koopkracht de komende 3 maanden. De president heeft morgen weer overleg met de vakbonden. En laten we hopen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt welke richting wij gezamenlijk zullen opgaan. Maar het wordt tijd dat we tegemoet komen aan de werkende klasse. Het wordt tijd dat we tegemoet komen aan de ambtenaren. Ter versterken van hun koopkracht op een zodanige wijze dat het geen inflatoren werking zal hebben op de economie. Geen negatieve impact zal hebben op de koersontwikkeling. En geen negatieve ontwikkeling zal hebben op het prijzenfront. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij geeft ook aan dat het ministerie van Sociale Zaken bezig is met het finaliseren van het Monikarta-plan voor zwakke huishoudens. Voor het onderwijs zullen er projecten voor schooltassen en schoolvoeding worden opgezet.